Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gasten vandaag zijn Eva Munnik en Lieneke van de Grient. Welkom, dames. Dankjewel. Jij bent journalist. Klopt. Freelance. Mainstream media, zo een beetje noemen. Mainstream media, ja. Durf ik het nog te zeggen? Nou ja, het is gewoon de mainstream media, ja. Nou ja, het is daardoor best een beetje dapper, vind ik, dat je hier zit. Hè? Ik denk dat we ook in een tijd zitten dat we de verbinding moeten zoeken met elkaar. En volgens mij is dat ook, ondanks dat je het een beetje spannend volgens mij vindt, hè, dat je hier zit. Dus zeker, journalisten, tenminste, ik ben niet gewend om zelf geïnterviewd te worden. Het is dan niet echt een interview gelukkig, maar een gesprek. Maar ik ben niet gewend om zelf zoveel aan het woord te zijn. Ja, thuis wel, zou mijn man zeggen, maar niet voor de camera. Nee, dus we gaan daar een beetje de diepte in dit gesprek opzoeken. En Lieneke, huisarts, hè, je bent hier al een aantal keer geweest. Een beetje de hoofdlijn van dit gesprek is toch het wij-zij-denken. Ik denk mainstream media en misschien meer podcast of de alternatieven of social media. Dat gaat best wel hard tegen elkaar in. Ik denk op jouw vakgebied dat ook wel aan de hand is. Er zijn net weer door Daniel van der Tuin, dus door onze WOP-vrienden, van alles naar buiten gekomen over werkzaamheid van chloroquine en nog meer. Daar gaan we met jou de diepte over opzoeken. En toch een beetje als rode lijn, kunnen we de verbinding zoeken met elkaar of niet? Of zijn we ergens helemaal aan het afdrijven in onze eigen bubbel? Inclusief ikzelf, hè? Dus dat. Eva, jij noemde zelf heel erg, hè, toen we het voorgesprek hadden, van ik wil het heel graag hebben over dat wij-zij-denken. Klopt. Ja. Wat nou zie ja, jij ik ging natuurlijk nadenken over van waar gaan we het over hebben. En er is zoveel te vertellen eigenlijk over. Ja, voor mij zijn vooral de afgelopen 2 jaar heel interessant geweest. Met natuurlijk de coronacrisis, hoe we daarop gereageerd hebben als overheid, als samenleving. En er is zo ontzettend veel over te vertellen. Maar wat is voor mij nou eigenlijk het overheersende thema of gevoel of iets waar ik me zorgen over maak of waar ik ook wel een beetje tegenaan schop eigenlijk. Ik schop altijd wel ergens tegenaan, maar waar schop ik vooral tegenaan in deze periode? En dat, ja, toen kwam voor mij toch weer dat wij-zij, want je hebt het er al vaak over gehad, daarom zeg ik weer, dat wij-zij denken. Ja, dat heeft me heel erg gestoord de afgelopen jaren. En dat stoort me nog steeds en dat baart me ook echt zorgen. En als je dat zou moeten omschrijven, van wat is voor jou dat wij-zij denken? Want we praten er allemaal een beetje in. Ja, abstracto over, maar ja, toch denk dat we dan toch een beetje in wat concretere voorbeelden moeten gaan zoeken om te voelen van wat is er nou aan de hand, zeg maar, in de samenleving. Ja, nou, ik kan niet zeggen dat ik nou exact doorheb wat er aan de hand is in de samenleving. Dat is een ongoing proces van onderzoeken. Maar dat wij-zij-denken, ja, dat heb ik eigenlijk al heel erg in het begin van de coronacrisis ervaren. Ik ben nog in het voorjaar van 2020. Dat ik me er al over verbaasde hoe snel het ging over de ASO's die niet meededen. Die toch nog op het strand gingen wandelen of in het bos. Of er waren toen al mensen die filmpjes vanuit het raam maakten van mensen die wel nog gewoon lekker aan het wandelen waren aan de zee. Of te dicht bij elkaar in de buurt stonden. Ja, dat was een schande. Te drukke fietspaden in Amsterdam. Kijk eens, dit is lockdown in Amsterdam. En dan zag je allemaal mensen fietsen. En wat ik dan ook weer niet zo gek vond in een stad met 1 miljoen inwoners. En toen begon dat gevoel al een beetje bij mij te borrelen van, iets hieraan bevalt mij niet. Hè? Iets aan dit letten op elkaar en dit wijzen naar elkaar. En ik had het gevoel eigenlijk dat er van het begin af aan een soort groepsgevoel ontstond. Van je hebt een groep van de mensen die meedoen en de mensen die het goed doen. En je hebt de mensen die het niet goed doen. En die doen het dan gelijk ook nergens goed in. Ja, dat wij-zij denken. Dat. Maar misschien klopt het niet, maar voor mijn gevoel, zeg maar, werd dat toch ook wel heel erg gestuurd door de media.
Ja, ik denk dat de media niet de stuurders zijn daarin, maar dat, ja, misschien wel ook tegen hun eigen zin in degene die het overnemen. Kijk, ik denk als iemand het gestuurd heeft en misschien, ik denk eigenlijk niet bewust hoor, dan is het denk ik de overheid. Die hebben van het begin af aan heel erg gecommuniceerd van, hé, we moeten het samen doen en zo hoort het en zo hoort het niet. Met de allerbeste intenties, denk ik hoor. Want zij wilden natuurlijk. Voor een overheid is het altijd interessant als burgers zoveel mogelijk gehoorzamen en meedoen en zich houden aan wat zij denken dat op dat moment verstandig is om die pandemie een beetje in toom te krijgen. En ik denk dat de media daar vervolgens daar verslag van doen, wat ook hun taak is, en daarover berichten. En daar misschien dan niet geheel intentioneel in meegaan? Of zit ik het nu te veel goed te praten? Ja, ik weet het niet. Voor de media waar ik werk. Ja, nou ja, ik zou dus zelf denken, de media heeft daar een kritische rol in. Dat is dat. En volgens mij is dat ook bij jouzelf. Van waar is dan die... Dat is een hele lastige. Waar is dan die kritische blik? Kijk, als de overheid zegt, mensen blijf binnen, ga niet naar buiten, zoek elkaar niet op. En mensen gaan dan toch massaal in het bos wandelen en er zijn volle parkeerplaatsen. En dan snap ik wel dat je als krant of als nieuwsredactie of dat je denkt, hé, er gaan toch mensen met z'n allen in het bos wandelen. Dat gaan wij vertellen in de krant. Alleen ja, de manier waarop je dat doet en de toon... Ja, die gaat voor mijn gevoel inderdaad soms de grens over, waarin het niet meer verslag doen is, maar echt een positie innemen. Ik weet niet of er echt krantenkoppen zijn geweest over de ASO-boswandelaars, hoor. Wel foto-onderschriften volgens mij. Het ging wel een beetje die kant op. Iemand die zich daar toen trouwens al heel goed over uitsprak, is Peter R. de Vries. Ja, absoluut. Echt een dwarsdenker. Absoluut. En vanaf het begin was hij daar ook. Ja. En ik weet dat, volgens mij schreef hij een column daarover, maar dat weet ik niet exact. En dat ging toen over de ASO strandwandelaars. En toen zei hij echt op de Peter manier van, iedereen zeg maar dat asociale mensen zijn. Maar volgens mij zijn dat gewoon mensen die dachten, wat kunnen we nog wel doen? Hey, op het strand wandelen, komen bij een parkeerplaats aan die inderdaad nogal druk is. En denken dan niet bij zichzelf, goh, laten we maar omkeren. Maar denken, ja, wat nu? Ja, ga toch maar dat strand op. Dus hoogstens onhandig of onnadenkend. Maar asociaal, dat vond hij een veel te zwaar woord. Zoiets zei hij. En toen dacht ik, ja, dat is het. En dan ben ik ook heel blij met iemand die dat zegt. Ja. Tegen de stroom in. Mag ik er heel even zeggen? Ik denk dat er een verschil gemaakt moet worden tussen gedrag en wat iemand is. En daar wordt al gauw een oordeel uitgesproken. En dat is heel erg jammer over hoe iemand is. En dat klopt natuurlijk helemaal niet altijd. En dan nog kun je afvragen of het gedrag dan asociaal is. Want zelfs dat klopt niet altijd. Want dat zijn vaak mensen die gewoon inderdaad met de beste bedoelingen gewoon een ommetje gaan maken. Ja. En is dat gedrag dan ook wel meteen een oordeel waard? Ja. En dan vind ik bovendien dat als een krant daar verslag van doet, dat ze ook daarin dan eigenlijk in het midden moeten zien te blijven. Dus zoals ze het een verslaan, moeten ze ook het ander weer verslaan. En misschien ook mensen gaan interviewen om te laten zien, waarom doe je dit eigenlijk? Ja, dat hebben ze gedaan. Dus ze gingen wel, maar toch met een toon met van, een grondtoon van... Dat is het, die toon. Dit van, is niet okay. Jij bent eigenlijk heel stout. Ja. Dat is dan toch een beetje lastig. Ja. Maar hoe zie jij het binnen jouw vakgebied, in huisarts, wij, zij denken? Nou ja, ik heb er meteen ook last van gehad toen het mondmaskerverhaal in beeld kwam. Dat was helemaal nog niet verplicht in publieke ruimtes. En toen werd er eigenlijk al bij ons ik kreeg ineens een brief op de mat. Dat is overigens de enige keer in 2 jaar tijd dat ik een brief kreeg. En ik was hooglijk verbaasd, want het bleek dat... En van wie kreeg je die brief? Van VWS? Ja, maar dan van de... Hoe heet het? De dienst die zeg maar op de arbeidsvloer controleert. Dus... Dat er mensen waren gesignaleerd die bij de ingang van de praktijk geen mondmasker hadden gedragen. En daar werd ik als praktijkeigenaar werd ik op aangesproken. Maar dat heeft dus iemand gesignaleerd, en dat is waarschijnlijk rond de apotheek of zo geweest, want die is bij ons beneden in het pand. En mijn adres staat voor het hele pand op de een of andere manier, dus ik ben altijd te klos. Dus iemand signaleert dat en gaat dan vervolgens dat sturen naar het ministerie. En dan krijg ik dus een berisping. Want het ministerie zelf heeft dat natuurlijk helemaal niet kunnen zien. Terwijl het toch iets verplicht was? Terwijl het eigenlijk nog niet eens verplicht was. Ja, maar dat zit dan wel in dat wij zij denken. Nou, het was verplicht in de publieke ruimte, maar het was niet verplicht...
binnen de praktijk of zo. Mm-hmm. Want op een gegeven moment was het overal verplicht. Maar het ging eigenlijk over een ingang van een publieke ruimte, omdat dat de ingang van het hele gebouw is. Ja. En daar heb ik me hooglijk over verbaasd. Dat vond ik ook eigenlijk heel vervelend. Want je had echt het gevoel dat er ineens allemaal ogen naar je kijken of zo. Ja. Doe jij iets fout en dan meteen bovenop tellen. Ja. Misschien, ja, god, het gebeurt. Je had ook zo snel het gevoel dat je het fout deed. Ja, dat was heel, maar ook... Gingen wij wandelen in het Westerpark in Amsterdam in de intelligente lockdown. Of misschien was het de tweede lockdown, maar... Ik was naarstig op zoek naar dingen om te doen. Want ik ben gewoon een mens. Ik moet naar buiten. Ik moet ervaren. Ik moet dingen doen. Dus ik raakte een beetje in een soort verveling. Dus dan gingen we maar wandelen in het park. En dan stonden er van die grote lichtborden van de gemeente. Keer om. Volgens mij stond er echt keer om. Ja. En je had gewoon het gevoel dat je iets fout deed. Omdat je in het park ging wandelen. Ja. Dat vond ik heel heftig. Ik voelde me opeens alsof ik het niet meer goed kon doen. Ja. Maar daar op het... grondgebied waar wij dan zeg maar binnen ons vakgebied zeg maar dan wel wat konden beïnvloeden. Mm-hmm. He, dus als jij dan in een redactievergadering bijvoorbeeld zat, mm-hmm. Had je dan het gevoel van ik kan hier ook iets inbrengen waardoor gewoon dat we dit bespreken of misschien het van meerdere kanten kunnen bekijken. Nou, ik werk als freelancer heel veel in human interest. Dus niet op zo heel veel redacties waar zozeer van dat soort dingen verslag wordt gedaan. Maar wel een paar. Ik had zeker het gevoel dat ik altijd alles kon inbrengen. En dat het ook gewaardeerd werd en dat er naar geluisterd werd. Dat is dan een beetje mijn bezwaar altijd tegen de bezwaren tegen de mainstream media. Alsof, alsof het allemaal dezelfde mensen zijn met de slechtste intenties. Die worden betaald door de overheid. Of dat is niet zo. Ik heb op zoveel redacties rondgelopen. En journalisten zijn over het algemeen, het zijn gewoon mensen, dus uitzonderingen daar gelaten. Maar over het algemeen gewoon mensen die heel graag... verslag willen doen, zo objectief en neutraal mogelijk. En ook verslag willen doen en de waarheid willen brengen. Dat is echt oprechte intentie van bijna alle journalisten die ik ken. Dus ik had zeker het gevoel dat ik het kon inbrengen. Ik had alleen niet altijd het gevoel dat er wat mee gedaan werd. In dezelfde mate als er wel wat gedaan werd met onderwerpen die meer in de lijn lagen van wat de groep vond. En dat groepsdenken, dat een beetje dat eenzijdige in de berichtgeving, denk dat veel mensen... die niet bij de groep hoorde, heeft gestoord in die coronacrisis. Dat snap ik wel. Want dat zie ik ook. En dat zie je ook binnen ons vak. Hè? Dus, ja. 95% van de huisartsen denkt er hetzelfde over. En, ja. en degene die daar dan kritische vragen over willen stellen... dat kennen wij eigenlijk binnen ons vak al voor wat betreft de complementaire zorg. Hè? Uh-huh. Dus als je als huisarts geïnteresseerd bent in een aanvullende vorm van geneeskunde... alternatief of... die niet gaat over het gebruik van medicatie, maar bijvoorbeeld haptotherapie, ik noem maar wat... Dan voel je ook al van, daar moet ik voorzichtig mee zijn wie ik daar over vertel. Want... voor je het weet, word je daardoor neergezet als een... Wappie. Nou, en toen heette toen dat... Toen heette dat nog zweefteef. Oh ja. terwijl je daar toch heel goede redenen voor hebt... Ja, om iemand naar iemand te sturen. Want ik bedoel, je bent een professional... en je wilt het beste voor je patiënt. Ja. En die patiënt wil ook die heeft daar ook een stem in. Hè. Evidence-based medicine gaat niet alleen maar over het beste bewijs... maar ook over de voorkeuren van de patiënt. Absoluut. Dat vergeten veel mensen wel eens. Maar, ja. Dus dan ga je samen met die patiënt kijken wat is het beste. En als dat dan het beste aansluit, ja, dan kan je daar wel eens voor kiezen. Ja. Maar dat mag je vooral niet hardop zeggen, want val je buiten dan de groep. Dan hoor je niet meer in de groep, ben je de zij. Precies. En dan ben je ineens, kijken ze je toch minder serieus aan of zo. Terwijl ik daar gelukkig, wat ik wel heb geleerd, is dat als je zelf ervan overtuigd bent dat je echt het beste doet... en dat je er ook helemaal achter staat... en recht overeind blijft, dat je wel degelijk gewoon mee blijft doen. Hè? Maar het probleem is dat veel mensen dat natuurlijk eng vinden... en daarom maar de mond houden, omdat ze er niet tegen bestand zijn... en niet recht overeind kunnen blijven. En als je dan buiten de groep wordt gezet... ja, dat is natuurlijk het meest beangstigende wat er is. Ja. Want dan raak je je baan misschien wel kwijt in je reputatie. En dan word je door. Dus er zijn ook collega's zo... in mijn eigen stad notabene, de laan uitgekeken, letterlijk. Oh ja? Ja, en zelfs op de tennisbaan werd dan het hoofd omgedraaid. Ze wilden dan ook niet meer met zo'n dokter tennissen. Maar wat had zo iemand dan gedaan? Dus
Nou, net iets waarvan de rest vond dat het niet ja. deugde. Ja, en... ja het zit dus diep in de mens, dat ja. groepsdenken. Ja. Dat met Matthias de Smet daar ook al veel ja. Ja. Ik denk dat komt omdat het leven buiten de groep beangstigend is. Dus natuurlijk van biologisch gezien, evolutionair gezien, is dat ook bedreigend. Want als individu overleef je het niet. Dus het is wel logisch, denk ik, dat die angst ontstaat om buiten de groep gezet te worden. Ja. En in wat voor rol vind jij dat de overheid daarin in speelt, in deze discussie? Hè? Dus je kan, lijkt mij, ook als je een wat ruimer denkende overheid hebt, maar natuurlijk in die tijd van corona was het ook zo'n dwingende, eendimensionale boodschap. En natuurlijk vooral op hebben, doen het samen. En... nou, laat maar even van het goede uitgaan. De pers heeft zich daar inderdaad, de mainstream pers, massaal achter de overheid gaan staan. Een beetje wel, ja. Ja. Laat maar. Ik denk dat daar ook weer de beste intenties... ik word een soort verdediger van de mainstream media hier. Maar ik geloof dit echt, jongens. Ik denk dat de journalisten ook zich soms... het zijn ook mensen. Zijn zich niet altijd bewust van hun eigen bias of hun eigen intenties. En er zit ook een soort intentie achter van... we moeten er wel voor zorgen dat het goed gaat met ons land. Een soort verantwoordelijkheidsgevoel. He, wij moeten ervoor zorgen dat mensen meedoen. Natuurlijk. En dat we die pandemie overwinnen. En je wil als journalist er niet verantwoordelijk voor zijn... dat het helemaal misgaat in ons land. Ja, maar kan je toch ook wel een beetje voorstellen dat... bij mij is dat toch al een beetje gebeurd. Kijk, ik ben een hele fanatieke krantenlezer. Ik heb heel veel krantenabonnementen en ik besteed best veel tijd aan. Ik heb dat altijd heel erg leuk gevonden. Dat is een soort hobby te noemen. Mm-hmm. Maar ja, ik zit serieus nu te denken om al mijn kranten op te zeggen. Mm-hmm. Dus, en dat is bijna een geloof. Dat is bijna een religie, zeg maar. Dus daar zit ik nu al half jaar over te wikken en te wegen. Of ik dat nou wel moet doen of niet moet doen. Ja. En niet dat ik nou zo belangrijk ben. Maar ik denk wel dat ik wel een groep vertegenwoordig. En ik denk ook kijkers van dit kanaal. Mm-hmm. Weet je, ook als ik de comments hieronder dan wel eens lees. Dan, er is een vertrouwensbreuk ontstaan. Ja, enorm. En ik begrijp dat heel goed. Ja. En ik denk toch, omdat ik toch altijd heb geloofd in de controlerende macht. Hè, weet je, dat de journalistiek inderdaad het beste met ons voor heeft. Ja. Doordat ze heel controlerend zijn, degelijk zijn. En naar iedereen luisteren. Precies, en hoor en wederhoor. Ja. En, dat... en iedereen controleren, juist ook de macht en de overheid en de overheidsinstanties. Kan het zijn dat dat ineens een beetje verloren is gegaan in de afgelopen 2 jaar door... Ja. Nou, dat is zeker, verloren precies. gegaan. En nou ja, dan even terug naar dat... En de vraag is dan natuurlijk ook, waarom is dat verloren gegaan? Maar ja, dat is een hele interessante. Nee, precies. Ja, ik heb daar geen antwoord op. Ja, ik denk dat je dan dus bij zoiets als een psychiater uitkomt, bij Matthias de Smet. Denk dat je dat niet op een andere manier kan duiden. Nou, zou het angst van de media kunnen zijn voor de overheid? Of angst voor het verkeerde doen van de media... omdat de overheid nou eenmaal de oproep heeft gedaan... zijn ze bang om de verkeerde woorden uit te spreken. Ik heb dat zelf even gemerkt toen ik een keer bij Op1 aan tafel was. Dan merkte ik de nervositeit binnen de redactie en de mensen eromheen... van dat ze het ook heel eng vinden om de verkeerde mensen aan tafel te hebben. Ja. Want jij zat zelf in die angst om in die hoek... gedrukt te worden. Dus. Precies. Dus ook daar speelt... wij willen niet buiten de groep. Ja. Want anders dan ben je als mediakanaal ineens niet meer... betrouwbaar. Ja, dat is precies hetzelfde eigenlijk. Want jij zat in die beruchte uitzending toch op 1? Want wie zat er toen allemaal aan tafel? Ja, met ik doe niet meer mee, de hashtag, zeg maar. Oh, Femke van Keur, met als gevolg dat je natuurlijk moet uitkijken dat jij ook niet ineens in die groep... Ja. Want ik zat daar gewoon als professional samen met Esther Venema aan tafel. En voor je het wist, word je natuurlijk ook weer gezien van... je hoort bij de groep van de hashtag. Ja, dat was helemaal niet het verhaal natuurlijk. Ja. Ik heb daar overigens geen last van gehad hoor. Maar jouw vraag was, wat is de rol van de overheid daarin? En ik denk zelf dat dan denk ik al gauw aan wat gebeurt er in de Tweede Kamer en de debatten. En wat zien we daarvan in de social media terug? Zien we tegenwoordig allemaal clipjes en we horen ze allemaal praten. Je hoeft niet meer de kranten te lezen. En dan is mij opgevallen dat ook daar
dat wij-zij-denken heel erg speelt. Mm. En ik vind dat ze daar het verkeerde voorbeeld mee geven. Ik zou zelf zien... Want ik denk dat de bevolking ook daar een beetje een voorbeeld aan neemt. En gewoon meegaat in dat elkaar vliegen afvangen. En een beetje hooghartig over elkaars uitingen spreken. In plaats van dat het over de inhoud gaat. Ik zou het nou toch zo zalig vinden als de minister van Volksgezondheid zou zeggen... Wat zegt u daar? Oh, dat klinkt interessant. Daar wil ik wel eens naar kijken. Of, nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Eens. Of ik geloof er niet in. Maar weet u wat? We nemen het serieus mee. Dat zou toch een veel plezierigere houding zijn. Omdat je dan dus meer dat wij-gevoel creëert. Ja. En nu zie je Hugo de Jonge, om maar even een bruggetje te maken naar de chloroquine. Dat hydroxychloroquine. Ik zie het hem nog zeggen. Een soort dédain, een soort hooghartigheid waarmee die zijn politieke partner van tafel veegt. Ik vind dat niet gepast. Weet je wat ik me nog zo goed kan herinneren? Dat hij een keer in de vragen na een persconferentie vroeg... Iemand was al heel vroeg in de pandemie, of het was een tijdje geleden alweer... Iemand vroeg, kunt u enig begrip opbrengen voor mensen die twijfelen of ze willen vaccineren tegen corona? En toen zei, nee, ik heb nul begrip voor. Ja. Dat was weer veel later, hè? Want daarvoor had hij daar wel begrip voor. Dat soort uitingen. Ik schrok daar gewoon van. Ik voelde me daar heel onveilig bij. Ja. En dat ik dacht, hè, dat is toch niet hoe een... minister van Volksgezondheid hoort te spreken over... Hè, alsof je het heeft over criminelen of over dat je nul begrip hebt voor criminelen. Vind ik trouwens ook nog dat je daarbij best mag nadenken over wat dan de psychologische of sociale reden is dat mensen bepaalde misdaden begaan. Dus zelfs dan vind ik het nog te platvloers om te zeggen nul begrip, klaar. Ja. Maar dit ging over mensen die twijfelden om te vaccineren. En ja, ik denk dat wat je daarmee doet is een hele groep van je afstoten die je dus niet meer vertrouwt vervolgens. Ja. En die niks meer van je aanneemt. Je bent dat gesprek kwijt. Ik denk dat dus wat jij zegt, dat die term veilig... ik denk dat dat de spijker op zijn kop is. In de Tweede Kamer is ook het debat niet meer veilig. Nee. En daar moeten we wat aan veranderen, zou ik zeggen. Want als het daar verandert, hoop ik dat dat ook zijn weerslag heeft op de bevolking. Ja. Dat je laat zien, media. Zo praten wij met elkaar. Ja. Maar eigenlijk is dat alleen in Zweden gebeurd. Dat in Zweden is die houding... meer van, zoals we het begonnen, zoals Rutte natuurlijk in het begin wel zei, we weten nog maar een deel, maar in Zweden is dat ook zo doorgetrokken van dit is wat we weten en de bevolking daar maximaal zeg maar in gekend en die moet dan zelf verder ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en dragen in plaats van toch meer top-down daar mee om te gaan. Ja. Maar daarom vind ik toch die WOP-documenten die door burgerjournalisten eigenlijk uitgespit worden met blijkbaar zijn er te zoveel, dus dan moet je vrij specifieke apparatuur voor hebben en script voor schrijven om dat helemaal uit te zoeken. Daar komen dingen naar boven toe hoe er gecommuniceerd is, bijvoorbeeld inderdaad over chloroquine. En jij hebt jezelf daar ook een beetje in verdiept. En wat vind jij dan van hoe zo'n communicatie gaat? Nou ja, ook daar vind ik weer. Er zijn vraagtekens en daar worden dan vragen over gesteld in de Kamer. En daar wordt niet serieus genoeg op gereageerd. Dat wordt met een hooghartigheid weggewuifd. En dat vind ik ontzettend jammer. En dan krijg je, dan ontstaat er een beeld van... Waarom gebeurt dat? Klopt er achterdochtig. Je wordt er achterdochtig van. Wat verbergen ze? Daar wat worden de mensen wat... zo achterdochtig precies, van. Precies. Niet ten onrechte, precies. Maar dat roep je op door zo... Ja. En ik denk zelf voor een deel inderdaad ten onrechte. Want ik heb die hele discussie natuurlijk rondom hydroxychloroquine wel gevolgd. En daar is in de hele wereld wordt daarover gedebatteerd. In de medische wereld zijn we er inderdaad niet over uit of het nou wel of niet helpt. Maar daardoor word je nog achterdochtiger. Omdat je denkt, de hele wereld. Dus er zit nog een soort masterplan achter. Die dit aanstuurt. Ja, nou zo denk ik niet. Ik denk wat genuanceerder daarover. Omdat het wel degelijk zo is dat er in de medische wereld met elkaar gecommuniceerd wordt. Wat ik wel vind is dat hele hydroxychloroquine verhaal ging over onderzoek in de tweede lijn, dus in de ziekenhuizen.
En nooit over vroegbehandeling. En daar schrijft Daniel dan ook over. En Daniel van der Tuin. Daniel van der Tuin. Dus daar heeft hij gelijk in. Ik ben het niet met... Ik kijk wat genuanceerder aan tegen het feit dat hij zegt... dat zou de jongen hebben tegengewerkt. Daar kijk ik wat genuanceerder tegen aan. Ik denk dat de jongen er nooit een vraag over heeft gesteld... van waarom doen we dat eigenlijk niet? Of zijn er onderzoeken bekend in de eerste lijn? Want wij wilden natuurlijk als huisarts vooral... vandaag is de test positief. Wij willen morgen iets in kunnen zetten... zodat die patiënt niet in het ziekenhuis belandt. Dat was natuurlijk de oplossing geweest voor alles. Dus wij wilden met z'n allen zoeken naar iets... wat in die eerste lijn zou kunnen werken in die eerste week. Ja. En al die onderzoeken gaan over de tweede lijn. Ja, maar er waren natuurlijk wel wat trials, hè, waar Daniel ook naar verwijst. En dat was toen natuurlijk ook al ging rond op social media... van dat er wat trials waren geweest. Ook een huisarts in Nederland. Die dat dus inderdaad gewoon die eerste week inzetten. En daardoor gewoon toch goede resultaten mee behaalde. En dat voelt dan natuurlijk toch een beetje van... waarom wordt daar niet naar geluisterd? Terwijl in eerste instantie wel, het is ingekocht ook. Ja, de overheid heeft het ingekocht. En het is de vraag, hebben ze het ingekocht om de medicatie veilig te stellen voor de reumapatiënten? Want die gebruikten het daarvoor. Omdat ze al door hadden dat het ging gonzen in de hele wereld. En voor je het weet zijn dan de voorraden uitverkocht. Maar ik krijg uit die WOP-documenten ook wel het gevoel, ze hebben het ingekocht omdat het misschien inderdaad wel eens zou kunnen gaan werken. Het is ook in de tweede lijn ingezet. En ook daarom hebben ze het in willen kopen. De ziekenhuizen gebruikten aanvankelijk hydroxychloroquine... maar kwamen erachter dat het eigenlijk geen effect had. Het is niet mijn vakgebied, maar het klinkt toch een beetje een no-brainer... van je hebt fases in ziektes. Ja. En dit bleek gewoon wel goede resultaten te hebben als je het snel inzet. Dus dat is een beetje een onzin onderzoek als je hem dan inzet... op het moment dat je al in het ziekenhuis bent beland. Ja, maar eerstelijners zijn, huisartsen zijn helemaal niet zo goed in het doen van onderzoeken. Wij moeten daar echt hulp bij krijgen van mensen in een ziekenhuis. We hebben daar in Nederland een consortium voor huisartsgeneeskunde... en dan moet er geld komen. Ligt het echt? Zit het echt dan zo in elkaar? Ja, dus dan zijn jullie eigenlijk niet machtig genoeg als groep om daar dan een vuist te maken? Jawel, nou, als groep, er zijn huisartsen in Nederland. Die zijn verenigd binnen het Nederlands Huisartsgenootschap. Dat is eigenlijk een groep die zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een beetje hetzelfde beleid voert. Die zorgt ervoor dat het beleid van de huisarts aansluit op de beste onderzoeken uit de wetenschap. En dus dat is zeg maar onze wetenschappelijke vereniging. En als er onderzoeken worden gedaan, dan kunnen wij hun aanschrijven om te kijken van nou, kunnen we een onderzoek doen? Maar dat doe je dan eigenlijk als individuele huisarts. Want wij huisartsen zijn verder helemaal niet georganiseerd in een groep die dan met elkaar zo'n onderzoek gaat starten. In een ziekenhuis heb je natuurlijk altijd een team van mensen. Maar daar is het ook vaak één specialist die denkt, hey, dat lijkt me wel interessant. Laten we kijken of er geld voor kan vrijgemaakt worden. En dat moeten huisartsen eigenlijk ook doen. Maar dat zijn wij helemaal niet gewend. Maar is dat nergens anders op de wereld dan, dat onderzoek gedaan? Nou, als je meteen aan het begin nee, al... Nee, want nee? Daar heb ik het NNG over aangeschreven. In een vroege fase al. Ik wilde wel weten of er al bewijs was. En er kwamen veel vragen over bij het NNG. En die hebben daar uiteindelijk ook naar onderzoek gedaan. En die hebben zich alleen maar gekeken naar de onderzoeken die in de wereld in de eerste lijn te vinden waren. En die waren er heel erg weinig. Mm. En het onderzoek wat er was, daaruit bleek dan dat het niet van goede opzet was. Er waren altijd methodologische problemen. Mm. Vonden ze niet kwalitatief betrouwbaar genoeg. Zo, want Nederland is daarin denk ik wel ook heel erg conservatief. En misschien wel heel goed ook hoor. Maar het was wereldwijd. Het is wereldwijd. Is dit een discussie? Ja. Ja, dus ja. Het is, en daar word je dan misschien ook weer achterdochtig van waarom wordt er dan zo weinig in die eerste lijn naar gekeken? Hè? Waarom is er... Ja, dat ja, kan... kleine trials, hè? Dus het is dan kleine... Nou ja, een trial betekent dat er al een onderzoeksopzet is. Mensen die het gewoon, dokters die het gegeven hebben, huisartsen die het gegeven ja, hebben. Ja, die heeft dat... En dat is wel een interessante discussie ook, van... Wij werken natuurlijk in de huisartsgeneeskunde altijd op basis van randomized controlled trials. En dat gaat over aandoeningen die al jaren bekend zijn. En hebben we jarenlang onderzoek naar kunnen doen. Maar nu zitten we ineens in een soort oorlogssituatie. Mm. In een heel plotselinge situatie waarin we toch ook een beetje inventief moeten kunnen zijn. Want kunnen wij op basis van theorie hoe zo'n middel werkt, kunnen wij dan iets in gaan zetten? En omdat we weten dat het veilig is, baat het niet, dan schaadt het niet en misschien werkt het wel. Mag dat? Nou, ja. Het blijkt dus dat dat niet mag. Dat we mogen niet
ja, wij staan daar natuurlijk in de loopgraven. Wij willen gewoon doekjes voor het bloeden hebben. Die patiënten zeggen tegen ons, ja, oh, mijn vader, dokter, doe iets. Ja, wij gaan natuurlijk iets proberen. Ja. En hebben natuurlijk jullie doen wij dat gedaan. Met verstand. Maar dat hebben jullie altijd en ook gedaan. En dat hebben we altijd gedaan. Dus wat mij heel erg heeft verbaasd in dit geheel, is dat er dan ineens een loop wordt gelegd. Dan wordt er een middel gevonden, want nu hebben we het over hydroxychloroquine. Maar eigenlijk vond ik ivermectine nog een veel beter voorbeeld. Ivermectine is dan nog veiliger dan hydroxychloroquine. En daarvan zou je helemaal kunnen zeggen van, nou, dat kunnen we gewoon oogluikend wel toestaan. Want baat het niet, dan schaadt het ook echt niet. Je kan er misschien een beetje dat bij. Dat weet je zeker. Ja. Want ja. Ook bij coronapatiënten, ik neem aan dat het niet onderzocht is. Nee. Of het zou hen kunnen schaden, toch? Nou, ja, maar het vaccin. Niet weten of het helpt. Bij het vaccin niet of het schaadt. Is dat ook niet nee. Uit en naar getest. En dat kon dan wel. Dus dat voelt dan als twee maten. En de vaccins zijn natuurlijk wel uit en na getest. Op 30.000 mensen. Die hebben best mensen. Veel testfases ondergaan voordat ze ja, maar zijn toegediend. Op 30.000 mensen. 2 maanden vervolgd. Ja. Dus ja, daarvoor heb ik er niet genoeg verstand van. Maar volgens mij zijn de vaccins wel goedgekeurd en getest. Nee, die zijn nog niet goedgekeurd. Ze zijn voor onder een noodwet zijn ze aangenomen. Dus er is nog geen... En de ruwe data van de onderzoekers zijn nooit vrijgekomen. Ik geloof dat ze nu onlangs ja, wel net vrijgegeven. Ja, ik zie er wat voorbij komen. Maar die zijn nooit vrijgekomen. Dus het is nooit, we konden nooit controleren of het klopte. En de lange termijn, langer dan 2 maanden, was natuurlijk niet bekend in die onderzoeksopzet. Nee. Dus, maar je hebt gelijk, er zijn geen onderzoeken naar gedaan. Dus je kunt je afvragen, kan COVID en ivermectine, kan dat... Nou ja, dan kan je dus als dokter kan je daarin verdiepen. Samen? En ja. Dan kan je denken van, gaat met elkaar dat bijten? Nou, die kans is heel erg klein. Ja, je maakt een inschatting en het is een noodsituatie. Precies, ja. Want je ziet anders dat zo'n patiënt het ziekenhuis ingaat en op de IC belandt. Dus wat. Maar toch even dan al bijna een beetje richting de afronding... Wat doet dit met jullie vakgebied bijvoorbeeld, hè? Dus met de journalist? Hè? Dus even zeg maar van wat ik schetste, van dat ik toch serieus zit te denken om mijn abonnees op te zetten. Omdat ik nu toch gewoon heel anders naar de journalist ben gaan kijken. Ja. Is maar dat, de journalist bestaat niet, hè? Dat begrijp ik. Ja. En ook de huisarts bestaat niet. Nee. Maar heb jij het gevoel van er is wel iets gebeurd in met het imago of de trek van jonge mensen om journalist te worden? Of? Dat laatste weet ik niet, maar het imago wel. Ik denk dat de journalistiek last heeft van hetzelfde waar de overheid last van heeft en ook nog wel van gaat krijgen nog in grotere mate, is een enorm verlies aan vertrouwen. Ik denk dat een hele grote groep mensen van ons af hebben gestoten. En ik ben benieuwd wat dat bijvoorbeeld gaat doen met de vaccinatiegraad rond het Rijksvaccinatieprogramma of de HPV-vaccins. Of... Er zijn zoveel mensen zijn hun vertrouwen verloren in de overheid. Ik ben een van die mensen die altijd groot vertrouwen had in de overheid. En dat ze het in principe wel allemaal... Het beste met ons voor hadden. Het beste met, nou, dat geloof ik nog steeds, maar ook... hoe moet ik het zeggen? Ik ben daar wel teleurgesteld in geraakt. Ik heb in die coronacrisis voor het eerst iets gehad. Hè, en bijvoorbeeld met zo'n uitspraak van onze eigen gezondheidsminister destijds, De Jonge. Dat ik dacht, hey, jullie staan helemaal niet aan mijn kant. Of ik word niet gezien. Of jullie hebben een bepaald doel voor ogen. En nou, wie niet meedoet, die wordt dan maar aan de kant geschoven. Dat gevoel. Ja, dat niet alleen had ik nooit aan de kant eerder geschoven, gehad. Maar ook nog veroordeeld. Ook tot gedisqualificeerd eigenlijk. Ja, gedisqualificeerd. Dat is veel erger. Ja. Dus ik denk dat, en in de media... Maar zie je dat niet ook in de media gebeuren trouwens? Nou, want nu bijvoorbeeld met die Twitterdraad van Daniel... daar zie je toch ook een hoop oordelen komen van gerenommeerde verslaggevers. Ja, daar ben ik ook flink tegenaan. Daar ben ik ook erg tegenin gegaan. En ik ken Daniel... Maak het even het verhaal af, dat mensen het kunnen volgen. Nou, het viel mij op dat op Twitter gereageerd werd op de publicaties zoals dat WOP-team dat dan heeft gedaan. Dat daar ook vanuit mainstream media verslaggever, dat daar behoorlijk van leer wordt getrokken. En wordt gesproken over fraude nog voordat hij hen heeft gehoord. En dat wou ik zeggen, ik ken Daniel ook niet en ik kan ook niet beoordelen over het is Daniel, het is Auke, het is een heel team. Ik ken ze niet persoonlijk, ik kan niet beoordelen of daar sprake is van fraude, maar ik zag er geen bewijs voor. Nee, maar buiten dat, Maarten zet het meteen op Twitter. Precies. Zonder dat hij hen hoort. Dat is toch niet een, zoals een verslag, een wetenschapsjournalist zich hoort te gedragen. Ja, dat is überhaupt niet hoe de journalistiek hoort te werken natuurlijk. En wat mij er vooral ook aan stoort, is dat ik zie een onevenredigheid daarin. Er is heel veel gretigheid bij sommige journalisten
om de wobbers aan te pakken, de wappies aan te pakken, ja, de criticasters aan te pakken. Maar volgens mij is in de basis de belangrijkste taak van de journalistiek het aanpakken van de macht. De macht, nou ja, ik zou zeggen, de overheid, ik, over het instantie, ik heb die, abonnementen op die kranten, omdat ik wil dat die kranten geld stoppen in die WOP-onderzoeken, met de stofkam er doorheen te gaan. Ja. Ja. En nu moet burgerjournalistiek het doen, omdat voor mijn gevoel de gewone journalistiek het niet oppakt. Ja. En die valt die geen mensen aan, die dus dat wel al hun vrije tijd, want dat is niet betaalde tijd, instoppen om proberen de waarheid naar boven te krijgen. Ook, ik denk ergens kom ik weer, ik word een echte verdediger van de mensen. Nee, maar ik vind het al heel dapper dat je hier zit. Ik denk vanuit, nou, maar ik hoor er ook niet, tenminste, ik vind niet dat ik daar helemaal bij hoor. Ik in deze hele coronapandemie ben ik daar voor mijn gevoel ook een beetje buiten komen te staan. Of, maar ik denk vanuit zo'n Volkskrant-journalist die dan die wobbers aanvalt, ik denk opnieuw vanuit een oprechte intentie. Ik denk vanuit de oprechte gedachtegang dat zij bewust proberen mensen te misleiden. En dat er sprake is van desinformatie, komt weer zo'n populaire term. En ik moet daar tegenin gaan, weet je. Ik moet laten horen van dat dit niet klopt, want straks trappen mensen erin en dan gaat het helemaal mis. Ik denk dat de intenties goed zijn. Alleen ik denk dat er een blinde vlek zit voor het feit dat je dan die mensen onevenredig hard aanpakt of op een andere manier aanpakt dan mensen die wel in het overheidsnarratief zitten of die wel in het straatje blijven. Voor mij is dat toch wel, word je wel een beetje ontmaskerd dan, vind ik. Ja. Nee, maar jij zegt het op een hele vriendelijke manier. Ja, maar het zijn collega's van mij. Maar voor mij is het toch echt dat ik gewoon denk, zo ga je niet met elkaar om. Als je dus inderdaad dat wij zij denken. Ja, het ziet er heel lelijk uit. Ik hoop dat we er heel veel van gaan leren. Ik hoop dat die evaluatie ook nog komt. Voor mij is het echt een eye-opener geweest de afgelopen 2 jaar. Ik ben daardoor ook heel anders aan gaan kijken tegen hoe ik zelf in het verleden tegen mensen aankeek die anders waren of die protesteerden of hoe ik daarover nadacht. Dus je kan daar, als je er voor open staat, kan de journalistiek er denk ik ook heel veel van leren. En dan vind ik dit een prachtig voorbeeld. En ik hoop echt dat iedereen het breed uit gaat lezen en er allemaal wat van leert. Want wat doet Daniel? Die gaat het onmiddellijk checken en zegt, ik begrijp ook al waarom het is gebeurd. Ik vond het een fantastische uitleg hoe hij dat heeft gedaan. En ik begrijp ook zelfs hoe die fout heeft kunnen ontstaan. Ja. Hij trekt het boetekleed aan. Hij zegt, hele keurige manier. Echt top. En dan denk ik, ik hoop dat Maarten met zo'n prachtige tegenreactie ook gaat komen. Want dan zijn we er. Ja. Als Maarten zegt, ik heb jullie inderdaad gewoon te snel veroordeeld. Dat was niet netjes voor mij, had ik niet moeten doen. Ik was in de emotie geschoten. En laten we inderdaad samen nou eens even naar die wopte stukken kijken hoe het in elkaar zit. Volgens mij zijn we er dan. Ja. Ik weet het niet. Ik vind dat wel heel vergevingsgezind. Ja, want ik bedoel, het is wel de omgedraaide wereld. De Volkskrant, waar hij journalist is. Ik verwacht eerder de omgedraaide. Hè, dus dat Maarten degene is die de wijze is. En nu moeten we dus degene die wij neutraal achten. En terwijl die keer op keer toch best wel een scheve schaats heeft gereden, zeg maar. Zeg jij van, als hij dan 1 keer mea culpa doet, moeten we hem vergeven. Nee, dat zeg zit ik niet. Toch ook in het wij-zij, denk ik. Ja, nee, dat nee, wat niet ik meer. Nee, wat ik bedoel te zeggen is dat er dan een opening is naar het elkaar vinden in het midden. En dan hoop ik dat wordt overgenomen in andere situaties. Ik wil niet meteen zeggen over wie er vergeven wordt en wat er allemaal achter ons ligt, hoe we dat moeten worden. Want daar kan je nog van alles over zeggen en uitpluizen wie de waarheid heeft gesproken. Maar het gaat er meer om dat we met elkaar gaan zoeken naar hoe kunnen we in het vervolg met elkaar op een veilige manier debatteren. Eens, maar net zoals wat jij hebt ervaren toen Hugo de Jonge dat zei over vaccinatie. Ja, bij jou is er ook iets geknapt. Er is wel een tik gegeven. Ja. Dus weet je, ik bedoel, dus dat wij zij denken, dat komt niet uit de lucht vallen. Nee. En dat vergeven, wat we denk ik allemaal ook als mens wel in ons hebben en heus wel willen. Mm-hmm. Maar ik denk dat alleen maar kan door, zover als kan, maar in ieder geval toch ook waarheidsvinding. Ja. Hè, wat je dus in die WOP-documenten. Dus dat je, als ik zeg van, die vaccins zijn die wel veilig. Mm-hmm. En jij zegt gelijk, die zijn veilig.
Dat, nee, maar heel even als voorbeeld. Getest. Je zei, die zijn getest. Niet getest. Ja, maar dan zitten wij gelijk al... Ik geloof ook wel dat ze veilig zijn, hoor. Maar dat, ja, maar dan zitten wij toch gelijk al... En dat begrijp ik, en dat mag. Maar ik heb daar ook dus geen moeite mee. En dat heb ik zo gemist in deze crisis. Dat we allemaal maar hetzelfde moeten vinden. Ik vind het toch een goed voorbeeld. Omdat daar begint, zeg maar, toch het wij-zij-denken. Ja. He, want jij pakt dat standpunt. En ik denk dan gelijk, nou, die heeft zich niet goed ingelezen. Ja. Of dat van ik zeg klopt, zeg maar, daar zit het wel. Mm-hmm. En dat is dus toch, hoe kunnen we elkaar dan vinden? En dan zeg jij dus van ja, als Maarten nu een mea culpa doet, dan zijn we er. Dan hebben we een start gemaakt met een andere manier van praten met elkaar. Want dat is wat mij het meeste stoort. Dat we elkaar op zo'n manier bejegenen van... nou, dit is fraude en dit klopt niet. En desinformatie, Pepijn van Erp ging er ook nog overheen. Ja. En dan denk ik, ja, dit is meer van... wij willen graag als jongens onder elkaar een beetje oorlog voeren met elkaar. Ja. Daar hebben we zin in om tegen elkaar aan te schoppen. Daar klinkt het meer naar dan dat we met elkaar naar de waarheid willen zoeken. Dus dat vind ik... A, we willen met elkaar naar de waarheid zoeken. En B, we willen ook op een andere manier met elkaar praten. En ik denk dat dat nodig is om de waarheid te kunnen vinden. Want anders wordt het een ja, nee, wel eens niet eens wij-zij verhaal. En dan blijft het dat ook. En daar schieten we niks mee op. En je komt dan toch bij een soort kernvraag. Bestaat zoiets als de absolute waarheid? Nou, ik denk niet. Want het is altijd door een gekleurde bril. Maar ik denk dat als wij met elkaar alsmaar door elkaars brillen proberen te kijken... dat we langzaam maar zeker ergens met elkaar de waarheid vinden. Kennen jullie dat voorbeeld van die koe? Dat vind ik zo'n leuk voorbeeld om even te noemen. Er staat een hele groep van, laten we zeggen, 100 mensen bij de koe op de markt. En degene die die koe beheert, die zegt... nou, degene die het gewicht raadt, die krijgt die koe van mij cadeau. En iedereen doet een briefje in de bus en die 100 mensen hebben het allemaal fout... En dan worden al die 100 briefjes bij elkaar opgeteld en door 100 gedeeld. En dat is precies het gewicht van die koe. Mm-hmm, het gemiddelde. En ik denk dat ongeveer met elkaar weten we het wel. Mm-hmm. Het is niet zo dat een klein groepje de waarheid heeft. Ook niet de overheid. De overheid kan het ook wel eens fout hebben. Absoluut. En als de overheid zich open en veilig opstelt door met elkaar dat debat aan te gaan... en de journalisten ook, dan gaan we de waarheid misschien proberen te benaderen. Dat is een hele mooie afronding. Ja. Hoe zou jij het willen afronden? Oh jee, nou, ik kan hier bijna niet meer tegenop. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk in gesprek blijven met elkaar en elkaar serieus nemen. En elkaar niet disqualificeren. Dat moeten de media niet doen, dat moet de overheid niet doen, dat moeten we op Twitter niet doen. Naar elkaar blijven luisteren en elkaar serieus nemen. En je kan het op één vlak volstrekt met elkaar oneens zijn, maar elkaar op een ander vlak weer wel vinden. Het is niet zwart-wit. Je bent niet het een of het ander. Mag ik dan toch ook nog inbrengen, elkaars pijn daarin toch ook erkennen? Absoluut. Oh ja, ja. Als we het over de pijn gaan hebben, dan kunnen ook, we nog wel even doorgaan. Gaan we, ja, dan gaan we nog een keer over praten. Ja, 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 maar dat is pijn, toch een ding. Ja, want als je alleen maar hier, er zit ook maar echt ik voel die pijn ook hoor. Ik verdedig de mainstream media hier wel en ik hoor er een beetje bij. Maar ik voel ook die pijn. Want ik hoorde ook bij die groep. Die pijn voelde en die zich uitgesloten voelde. En dus daarom... Wat zeg jij daar als huisarts over? Ja, daar kunnen we een dieptegesprek over voeren. Want wat is die pijn en waar... absoluut. En hoe kunnen we dat ook weer goed krijgen? Ja. Maar, ja, dat is wel echt uitzweet hoor. Ja, dan moet er ook nog wat meer water wellicht door de Maas. Ik denk dat daar evaluatie voor nodig is. Ja. En daar ben ik een beetje bang voor. En daar kan de media wel weer een rol in spelen. Ja, daar ben ik wel een beetje... Ja, dat ga ik ook zeker proberen. Want daar ben ik een beetje bang voor dat dat niet gaat komen. Ik dacht al die tijd, nou, het gaat nog een keer geëvalueerd worden. Ja. We gaan nog een keer met elkaar erover hebben. Hè? Als het een beetje achter de rug is, dan gaan we daarover spreken. En dan komen er misschien wel dingen naar boven. En dan kunnen we helen. Ja. Dat klinkt een beetje. Maar ik denk dat die tijd er nog niet is. Ik denk dat daar nog gaat meer... Gaat het nog komen? Ja, want iedereen zit toch een beetje te kijken naar die herfst. Van naar het najaar. Gaan we een hete herfst krijgen of wat wordt het? Ik had zo gehoopt dat we dan daarvoor gingen evalueren. Zodat we dan in het najaar beter kunnen doen. Met al die lessen uit die... Ja, is het te vroeg? Ik denk dat het nog te vroeg is. Oké. Nou, dan doen we het hier gewoon voorlopig. Ja. Ingewikkeld. Dames, ontzettend bedankt voor dit, denk ik, toch belangrijke gesprek. Maar we zijn er nog lang niet uit. Nee, ging snel voorbij. Dank je wel. Dank je wel. Kijk jij ook graag naar onze uitzendingen? Vergeet je dan niet te abonneren op ons kanaal. Bedankt voor het kijken en tot ziens!